Ik ga deze Instagram foto namaken. Hele grote misvatting. Zo moeilijk. Hallo lieve mensen, deze week een veel aangevraagde video. Ik ga namelijk een dag leven als Bella Hadid. Als je deze video hebt aangeklikt, dan is dat waarschijnlijk omdat je Bella al kent, omdat je haar volgt op Instagram. Misschien ook wel niet. Ik was tot vandaag ook niet een van de 31 miljoen mensen die haar volgt op Instagram. Maar hey, misschien gaan we nog wat leren vandaag. Bella is een van de best betaalde topmodellen. Ze is model van het jaar benoemd. Ze heeft natuurlijk een bekende zus, Gigi Hadid. Ze is gedeeltelijk Nederlands. Vandaag ga ik eten als Bella, sporten als Bella, leven als Bella, alles als Bella. Maar voor we gaan beginnen wil Boter ook nog iets zeggen. Hè Boter? Oh, niet? Oh. Hallo, goedemorgen. Ik ben al uit bed, zoals je kan zien. En het eerste wat Bella doet in de ochtend is stretchen. Ontbijt. Wat Bella vaak eet is een bagel met ei die ze dan bij de deli downstairs haalt. Wat me doet denken dat ze in New York woont, dat heb ik eigenlijk niet eens gecheckt. Maar, want dat doen mensen in New York. Nou heb ik geen bagel in huis, laat staan een deli onder mijn appartement. Maar ik heb nog wel een stukje brood. En ik ga natuurlijk geen brood weggooien, dus ik ga dit gebruiken als ontbijt. Het ziet er een beetje triest uit, zo. Want ik wil eigenlijk geen eieren eten en ik ga nu met deze tofu dus een tofu egg scramble maken. Die echt heel lekker is, dus kijk mee! Vocht eruit knijpen en laten uitlekken. Verpulveren. Beetje bieslook erdoor. Beetje kruiden. Oppakken. En dan tenslotte het laatste, maar belangrijkste ingrediënt, zwart zout. Daarmee laat je alles naar ijs maken. Tadaa! Oké, ik deed het wel heel stoer, maar eigenlijk had ik dit nog nooit gemaakt. Alleen gewoon een eiersalade op deze manier, maar niet gebakken. En het is vet lekker geworden. Dus ik ben helemaal blij. Wel een beetje te veel zout gebruikt. En mijn vinger verbrand. Oké, en dan gaan we nu door naar een make-up look van Bella. Ik heb deze video gevonden, deze bovenste van Vogue, waarin Bella zelf haar make-up doet. En die duurt 1 minuut 38. Dus ik denk dat ik dit ook kan. Drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. Floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now. Trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oké, dit verbazingwekkende, weergaloos, bijzondere lookje is dus de make-up van Bella. Het is niet heel anders dan wat ik normaal doe. Ik kon alleen geen gouden oogschaduw doen, omdat ik nog een beetje uitslag heb op mijn ogen. Dus ja, zo moet het zijn. Oké, Bella drinkt voor 12 al 3 koppen koffie. Ik drink gemiddeld 3 koppen koffie per week. Dus dat wordt lachen vandaag. Ik heb hier trouwens al eens een video over gemaakt. Toen woon ik in New York en toen heb ik een dag alleen maar op koffie geleefd. Ja, kijk hem. Het was heftig. Oké, vergeet even dat ik aan het huilen ben, want dat komt door de wind. Maar ik ben op pad, want Bella heeft onlangs 600 bomen laten planten om te compenseren voor haar vluchten. 20 bomen per vlucht in de afgelopen 3 maanden. Dus reken dan maar even uit hoe vaak zij vliegt. Ik heb dat onlangs al gedaan, geld gedoneerd voor om bomen te laten planten. Dus ik dacht ik ga wat anders doen. En ik ben dus op weg naar de bloedbank, want ik ga bloed doneren. Ze hebben namelijk heel hard bloed nodig bij de bloedbank. Dus dat leek me een goede manier om me even toch weer op een andere manier in te leven in Bella. Als je nou ook denkt over bloeddonor worden, dit is het moment jongens. Doe het!
Zo, lunch is served. Groente met kip. Vega kip. Ik moet zeggen, ik mis een beetje de koolhydraten hier. Maar ja, je bent model of je bent het niet. Mensen denken nog steeds dat je van geen koolhydraten eten afvalt en slank blijft. Hele grote misvatting, vind ik. Overigens eet Bella ook vaak zalm in plaats van kip. Maar ik eet wederom geen zalm. Maar ik heb wel deze omega 3 visolie tabletten. Dus dan krijg ik alsnog de goede olietjes binnen. En die zijn er dus ook gewoon vegan. Vegan visolie. Nice. Oké, ik ga deze Instagram foto namaken. En dat betekent dat ik mezelf nu hier zo in dat hoekje ga draperen. En dan deze tas ervoor, want die lijkt er nog het meest op. En dan, ja, zorgen dat er niet al te veel revealed wordt. Oké, net werkte niet, dus nieuwe locatie, nieuwe kansen. Oké, ik denk dat het is gelukt. Maar damn, ik heb echt spierpijn op plekken. Dit is het resultaat geworden. Ik kan je vertellen, het ziet er makkelijk uit, maar het is zo moeilijk. Zo moeilijk. Even een klein momentje van respect voor Bella. Want dit ziet eruit alsof ze dat gewoon thuis zo casual heeft gedaan. Dat is het waarschijnlijk niet. Maar toch respect. Als avondeten eet mevrouw graag wederom veel groenten en pasta. Yay, koolhydraten. Komt even goed uit, want toevallig heb ik een gerecht in mijn maaltijdbox met spaghetti en heel veel groenten, tomaten en broccoli en zo. Dus dat ga ik nu maken. Dit is het geworden, jongens. Een spaghetti met een broccoli pesto, amandel pesto met tomaatjes in de oven. What? Weet je wel dat je vandaag met een model bent? Maandagochtend model. Nou. Oké, mevrouw Hadid sport vaak 2 uur per dag. Halleluja. Ik kan nergens een stukje vinden, dus ik moet even met een clipje doen. Oh, dit gaat goed. Ik ben even opgewarmd. En nu ga ik boksen, jongens. Nou, dit was eigenlijk gewoon een hartstikke prima, gezonde dag. Niet eens zo gek anders dan mijn normale leven. Misschien vind ik mijn foto's nog wel beter gelukt dan Bella Hadid. Conclusie, ik ben meer Bella Hadid dan Bella Hadid is. Dit was Bella Hadid. Tot de volgende video.